Hey, hallo hallo, welkom bij deze nieuwe Back to School video. Ik ga je vandaag laten zien hoe je deze toffe lectuurhouders kan maken. Ik kocht een simpel setje bij IKEA met 4 van deze houders. Gewoon van karton voor 1 euro. En ja, ik begon met een variant met stift. Dit zijn de twin markers die je bij de Action kan kopen. Dit zijn alcoholstiften en hiermee kun je een beetje laagjes opbouwen, dus een beetje diepte creëren met een stift. Maar je kan dit ook gewoon met stift doen of desnoods met potlood. Ja, het is maar een ideetje. Of met verf, dat kan natuurlijk ook. Aan de voorkant maak ik een stukje waar je op kan schrijven, ja, waar je de bak voor gaat gebruiken, bijvoorbeeld een bepaald vak. En dan voor de rest, is dat het. Gewoon een leuk patroon. Vervolgens had ik een mooi papier liggen wat ik al een hele tijd wilde gebruiken. En wat ik nu kon gebruiken, je ziet het is deze met allemaal plantjes en cactusjes erop. En deze heb ik met Mod Podge aangebracht op de lectuurhouder. En nu is die helemaal leuk vol met plantjes en cactusjes. En ja, helemaal leuk. Ik doe onder een laag Mod Podge, helemaal laten drogen en dan bovenop nog een laag Mod Podge. En dan mijn favoriete variant, die met washi tape. En dat is niet omdat die met washi tape is, maar gewoon omdat die er echt heel erg tof uitziet. Ik heb gewoon allerlei kleuren washi tape gepakt. Uiteindelijk is het een beetje groen, geel, roze geworden. Maar ja, ik vind de uitkomst wel leuk. Het allemaal niet te netjes en te strak. Gewoon een beetje speels. En ja, ik heb dus de hele bak volgeplakt met washi tape. En toen had ik een mooie houder over. Ja, deze vind ik echt heel erg leuk. En dan als laatste gaan we klieren met nagellak. Ik had nog een aantal oude nagellakjes. Of nou ja, mijn moeder had een aantal oude nagellakjes van mij bewaard. En dus ben ik lekker gaan druppelen en splashen met nagellak. Nee, alleen gaan druppelen. Ik wilde van boven naar beneden druppelen. Dat leek me wel een heel leuk effect hebben. En dat heb ik dus gedaan over de hele houder. Super leuk om zo met nagellak te kunnen spelen. Maar ja, dit moet je natuurlijk niet met je allerduurste nagellakjes doen. Dat is hartstikke zonde. Maar als je bijvoorbeeld zo'n bakje hebt met nagellak die je niet meer gebruikt, zoals ik dat heb, dan kun je dit zeker weten heel leuk doen. Ik denk dat je er ook nog veel meer leuke schoolspullen mee kan versieren. En dan zijn dit ze. Ik hoop dat je het leuk vond, dat je er inspiratie uit hebt kunnen halen. En ja, laat in de reacties weten wat jouw favoriet is. En hoe benieuwd je bent naar de komende Back to School video's. Want er komen er nog meer aan, samen met de winactie. Deze 4 kun je dus ook winnen. Doe een duimpje omhoog als je de video leuk vond. En ja, abonneer op mijn YouTube kanaal als je de volgende video's wil zien. Bedankt voor het kijken. Doeg! Oh ja, bekijk ook de andere Back to School video's. Die vind je in deze afspeellijst. Klik op het scherm of kijk in de beschrijving.